Zeg eens eerst iets over de sfeer. Ja, kippenvel. Dat is het grootste woord, denk ik, wat nu in me opkomt. Ja, was ongelooflijk. De week daarvoor, de tijd en de aanloop daarvoor was natuurlijk al gigantisch. En ja, dat het vandaag werkelijkheid is geworden, ja, is echt iets waar wij als kleine kinderen van gedroomd hebben. Uiteindelijk is het een wedstrijd die gelijk opgaand is. Dan valt een doelpunt uit het niks, maar dan wordt het achtervolgen altijd moeilijk. Ja, maar toch had ik nog het gevoel dat we... Ja, we hadden misschien een beetje een fase dat we wat achteruit liepen. Maar ik denk ja, dat we Frankvoort echt moeilijk hebben gemaakt. In deze wedstrijd dat we ook een doelpunt verdiend hadden. Ja, helaas valt het 2-0 volgens mij ook weer een beetje uit het niets. Ja, als het dan 2-0 staat of 0-2 wordt het natuurlijk lastig. Maar goed, we wilden nog een doelpunt maken eigenlijk, ook voor het publiek natuurlijk. Maar helaas is het niet gelukt. Nu, uiteindelijk zijn Frankvoort en Wolfsburg niet de wedstrijden waar jullie echt punten moeten halen. Maar er staat nog Meppe, Freiburg en Essen. Dat zijn drie heel belangrijke. Ja, absoluut. Ja, we staan nog niet safe natuurlijk op de ranglijst. En ja, wat je zegt, Essen, Meppen en ook volgende week Wolfsburg. Ja, we gaan natuurlijk elke wedstrijd in om punten te halen. Ja. Ja. Maar jullie hebben het zelf nog in handen en dat is heel belangrijk. Absoluut, absoluut. Die 4-0 overwinning tegen Duisburg was natuurlijk een hele belangrijke voor ons. Ik geloof dat we dat gevoel nu ook voor vandaag hebben meegenomen. En dat moet in de komende laatste weken ook verder groeien. Laatste vraag. Keulen is natuurlijk een echte voetbalstad. Dat merk je ook vandaag. Zelfs die ereronde na de wedstrijd moet toch fantastisch zijn? Ja, wat ik net ook bij andere interviews zei, was gewoon kippenvel vandaag. Ja, dat is eigenlijk het grootste woord wat ik vandaag wil afsluiten. Geniet ervan en op naar de volgende. Dankjewel. Dank je.